Hallo iedereen! Voordat ik begon met video maken, zei ik de buik. Alleen mijn Minecraft crasht. Oké, okay, we zijn zo terug. Ja. Daar zijn we weer met onze feestige jazz. Jij bent zelf feestige jazz, laten we eerlijk zijn. Kijk naar jouw lelijke dikke hoofd. Zo. Dat is eruit. Huil! Ga huilen dan! Nee. Oké. Okay. Ik weet niet. Oké, ik zit nu even na te denken. Survivor City is helemaal niet leuk. Maar. Oké, Survivor City. Dat was een seriedag. Oké. Maar wat moet ik eigenlijk doen? Ik heb geen flauw idee. Ik weet ook niet wat ik wil doen. Zullen we een rondje draaien? Nee, geen flauw idee. Sure. Prima. Nee. Ik weet legit niet wat ik wil doen. Ik kan weer op avontuur. Ik ga mee even kijken. Ik kan wel weer op avontuur hoor, als jij dat zo graag wilt. Nee, gewoon altijd. Ik ga weer door tech tree bekijken. Hou je mond, man. Aap. Zo. Animal Husbandry, dat is iets wat je kan doen. Nee. Fix dieren. Fout antwoord. Ik ga Desert Temple zoeken. Ik wil gewoon een Desert Temple vinden. Oké, okay, sure. Oké, okay, ik ben... Rick. Shit, dan meen je. Ja. Nou, toch wel knap dat ik er vooruit kom, toch? Ja. Nee. Waarom niet dan? Geen idee. You ready your fist, boy. Ik fist... Wat? Ik ga een zachte plaat maken, denk ik. Je gaat een zachte plaak? Oké, okay, zachte plaak voor Erik-Jan. Ik heb dat niet kijk te horen doen. Hoe gaat het trouwens met je tandplak? Dan weer met tandarts, wat de fuck. Nee, je tandplak. Willen wij? Ja. Ja, dat wil ik. Jawel. Maar. Waar is ons bed? Helemaal bovenop. Helemaal hier? Kom slapen. TP. Nee, gast. Ik kan het gewoon lopen. TP gewoon naar... Ach, hou je bek, jongen. Ik ben zo dik. Ik ben gewoon dik, oké? Okay? Je bent niet gek, Dick. Je bent gewoon Dick. Maar... Acrobatics levels! Woehoe! Fucking praten! Acrobatics levels, Erik-Jan Buikman! Zo, dat is eruit. Oké, even kijken. Ik moet even Iron Armor fixen, want ik heb nou alleen maar een kapotte chestplate over. En dan nog moet ik een Diamond Pleasure chestplate. Mag ik nu praten? Ja, yeah, sure. Oké. Okay. Oh, hier is de iron. What the fuck? Ik zat op... Ja, ik hoor! Waarom hebben we eigenlijk zo'n aparte kist? We vergeten echt altijd dat die kist dat bestaat. Die kist bestaat, ja, ik weet het. Maar... Oké, okay, ik ga ze wel even we liever. Een enchanten. Want ik wil... Wat willen we liever? Want ik wil protection 1 hebben. Dat is toch beter dan niks? Hey, what the fuck? Twee iron golems, Erik-Jan. Sure, praten die ook tokens door mij heen? Huh? Huh? Heb je daar antwoord op? Geen idee. Oké. Okay. Kunnen wacht, wij... Wacht, zag je daar nou een vleermuis met een poison effect? Wacht even, what the fuck? Deze gaat... Ik was weer dat hij... Nou, ga gewoon dood, man, meneer. Echt door, man. Hier, kom. Waar is hij, ja? Oh, ja. Yeah. Ha! Ik heb hem dood. Ga verder. Oké. Okay. Gaan we dit trouwens die Iron Golems nog een naam geven of gaan we daar niks mee doen? Oké, okay, ga verder. Nee. Oké, okay, dan niet. Holy shit, ik heb Protection 2, Unbreaking 2, Blast Protection 3, Featherfalling 3 en Protection 2. Oké, okay, nou maak ik geen grapjes meer. Ga verder. Oké, ik zat te denken. Want dat is iets dat... Want ik vind dit hartstikke lelijk hier. Dus dat wil ik fixstellen. Wat? Dus, de wat? Kisten hier. Dus, het enige waarschijnlijk... wat ik heb gebouwd vind jij lelijk. Ja, okay. Jongen. Dit zie ik al even. Ik zie het. Ben je het zelf mooi? Ja. Jongen, het is niet. Ja, dit vind ik echt flauw. Ik doe zo mijn best altijd. Ja, kijk, dit is waarom ik nooit meer lens speel. Want dit is gewoon... Ja, alles is hier gebouwd door jou.
En ik bouw één dingetje. Fucking huizen van laatst, fucking mooi. Zo een fucking onzeker op Lens, was dat nou even poep? Onzeker op Lens? Nee, ik speel niet meer op Lens, omdat... ik bouw één dingetje en het is lelijk. Ik vind dat flauw, oké? Okay? Nee, maar het ik is toch... Rot, ik ga verhuizen, dag. Maar dat is sowieso temporary. Jij bent temporary. Ah, als ik nieuwe mensen vind, dan dit ziet jou. Uiteindelijk doe ik dat gewoon echt en dan wordt dat zo'n clip van... Dit did it age well of zoiets. Ja, dat is wel, ja. This didn't age well. Nou, maar dit valt mij op terwijl ik naar boven ga. Ja? Kijk te horen. Ja? Dat we daar op zich ook al kistjes kunnen dumpen. Oh! Maar is dat leuk? Nee. Of moet ik gewoon een apart gebouw maken? Het is een uitkijktoren, niet een opslagtoren. Ja, maar het kan nee, wel. Ik wil dat gewoon niet. Nee. Oké, Waarom zit hier? What the fuck? What the fuck? Loop eens richting het oosten. Ik heb trouwens ook nog een shifting. Oh, vertel. Als we de dime map hebben, hebben we dan exploration ontdekt? We hebben satellites ontdekt. Ja, oké. Okay. Ja, die vind ik eigenlijk ook beter, denk ik. Satellites reveals the entire map. Navigation ja, dat is gewoon boten. Kom eens mee. Ja, ik heb even rare graancirkels gevonden ofzo, maar ik kan me niet herinneren dat een van ons twee dit heeft gedaan. Wow. Waarom is die... Alex. Microfoon! Hou je kop, Erik, dan met je microfoon. Waarschijnlijk de Daleks. Nee. Oh. Het spelletje doen we als eerste Desert Temple vindt. Die wint. Ik ga toch weer aan te bouwen. Nee, dus dan ga ik winnen. Omdat ik hem gewoon eerder ga vinden. Waarschijnlijk ga ik hem niet vinden. En dan uiteindelijk vind jij hem per ongeluk of zo. En dan... Waar nee, ja, helemaal houden en zo. Als ik win, wat krijg ik? Weet ik. Gewoon de loot. I guess. Ik krijg de loot. Oké, dan is er niks van jou bij. I don't know. I guess. Jan is saai. Nee, trouwens saai, niet. Erik Jan. Wat wil je dat ik zeg dan? Iets leuks. Wat is iets leuks volgens jou? Ja, weet ik niet. Ik ben ook saai. Ja, hoezo? Jij wil het dan fucking weten? Ja. Ik wil het weten, ja. Ja, jongen. Boerknul. Wat? Pumpkin. Boerknul. Boerknul. Oké. Okay. Wat? Dat is een beetje obscure... Man in het veld. Daar had ik je. Ik zet even dart aan. Sure. Dat is wat fijner. Ik loop nu achter, maar nou kan ik de reclames dus skippen bij Videoland. Gast, kap met die reclames. Laat mij gewoon kijken. Dankjewel. Hebben jullie een beetje zin in een avontuur? Ja! Ja! Nee! Haal die man eruit! Okay, oh. Sorry. Haal die man eruit, wat de hel. Oeh! Waarom lag daar nou weer een porkchop? Erik-Jan, waarom lag daar een varkchop? Geen idee. Ik denk dat ik zo weer moet skippen. Wat is er? Vertel ja, het! Ik heb geen mic even geluid meer, omdat mijn ding ontplucht. Oh. Even alt-vieren. Hoppakee. Ik ga denk ik zo even naar de derde. Koop een taart en gaat alt-vieren. Zoek een huis! Zoek het 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 huis! Gindi! Gindi! Alibi! Op de wc! Hallo Bowie! Ik ben gewoon zo dik! Is gewoon zo dik. Niet een klein beetje. Waarom staat Minecraft niet op? Ik kan leggen uit, waarom staat Minecraft niet op? Heeft hij geen zin in? Ik zou je tegen mij laten. Ik heb nog zin op te starten. Oké. Helemaal niet leuk dat. Dat je zulke racistische bende zegt. Poep. Wat vind je van de speelstijl van Gurney? Nee. En voor Cross? Hm? Voor Cross? Meh, ik weet niet man, ik heb hem nooit zo erg gepoeld.
Nee, maar ik vind... Ja, ik weet dat veel mensen zeggen dat hij heel goed is, maar ik weet niet. Nee, hij is, ik voel hem niet echt. Hij gooide zojuist tegen 140 finish uit. Ja, maar dat vind ik best wel slecht. Ah, vergeleken met dat andere. Hij mist stops. Ik heb echt zoveel zin om een keer weer te darten. Oh, Erik-Jan, ik ga even melden. Wat nou weer? Ik heb corona. Nee, ga weer. Waarschijnlijk kom ik 1 januari weer bij mijn mama. Oh. Ja. Dat is leuk, maar 1 januari ben ik er niet. Dat weet ik. Nou, dat weet ik niet, maar... Nee, in de avond ben ik er niet. Waarom ben je er nou weer in de avond niet? Omdat die fucking stomme serie die ik altijd kijk heeft zo'n special over die robot. Oh, met die mens. Ja, met dat mens die in zo'n... niet politiecel, maar zo'n telefooncel altijd. Ja, rode telefooncel. Ja. Oké. Okay. Ja, ik zat te kijken, ik had een video gevonden van Pixelmon. Ik wil echt weer eens een keer Pixelmon doen. Maar ik heb geen vrienden, dus dat is een probleem. Ja, de honden zijn ook raap. Nee, legit. Ik heb echt weer urge op Pixelmon te doen, maar singleplay is geen zak aan. Vind ik. Kan je niet de klas vragen, oude klas? Nee. Doe niet. Druk. Hoe vaak zie jij hun nou in call zitten? Exactly. Ik kijk nooit in die server. Ik kijk nooit naar jou. Zo. Die is op zijn plek gezet. Die was echt op mijn raap. Ja. Wat gaan we eigenlijk vandaag doen, Erik? We laten het gewoon bespreken tijdens de video. Dat vinden we altijd satisfying. Laten we het nu ook even doen. Oké, wat gaan we nou eigenlijk doen? Hadden we toch al... Ballen? Oké. Nee, je had toch al overlicht. Oké. Hierna gaan we met die in de stomme gast. Ja. Oké. Oh, that's it. Oh. Denk het, ja. En dan gaan we gewoon mijn candypotje 149 finish, bijna uitgegooid. Wat, hoe vond je dat? Oké, duidelijk. Oké, wat wil je nou zeggen? Oh! Okay, gaat het dubbel 14 worden, Erik-Jan? Ja. We gaan kijken. Nee, hij mist. Het spijt me, Het is vandaag eigenlijk wel tijd, denk ik, dat ik al vind dat ik het wel mag doen. Want de weg blijft niet voor altijd grasspath natuurlijk, want dat gaat uiteindelijk wel veranderen. Grasspath! Maar... Blijft niet altijd grasspath. Ja, maar ik vind het wel dat het grass tijd is... Grasspath! Ik vind wel dat het tijd is om grass mooi te maken. Oh, ik vind het tijd om jou mooi te maken. Ja. Dus ik ben alvast even die weg nu normaal aan het maken. Zo, jij durft. Maar we zijn nog in Ancient. Ja, maar het zijn nog steeds grasspath, dus. Balls. Hey, ik kan nog niks vertellen trouwens over jouw potje, hè? Dat je al wat ding begint te leren. Uiteindelijk is jouw doel om eens een keer gewoon Jason aan te vallen. En dan gewoon... Dat is gewoon mijn doel, wat bepaal jij? Hè? Dat bepaal jij wat mijn doel... Nee, oké. Oké, wat is jouw doel dan? De hele tijd alleen maar vrede doen en niks doen. Zodat je uiteindelijk echt het grootste leger ter fucking wereld hebt. Dat je echt helemaal niks mee doet, zodat ik uiteindelijk jou helemaal kapot maak. Is dat wat je wilt? Jason aanvallen. Ja. Ja, of mij. Maar dat wens ik je succes mee. Dat lijkt me wel vet hoor. Als jij echt de game echt kent, dat we gewoon echt samen een potje kunnen doen dat ik gewoon moeite heb. Want dit is... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen moeite. No shit. Jason heeft altijd zoveel praatjes, maar... Het is geen moeite. Waarom denkt hij dat hij nooit met mij zin wil doen en altijd met jou erbij? Zodat jij goed in de game hebt, gaat hij echt niet meer een shift met ons willen doen. Omdat hij dan niet wint. En dan val ik hem aan. Dat is het hele meeste plan. We mogen Jason gewoon niet. Dus we gaan gewoon mijn shift lezen en dan nooit met Jason gamen. Dat is een geweldig plan. Nou ja, nee, maar dan heeft hij gewoon geen keus meer. Want ik vind het altijd flauw, want hij valt altijd jou aan. En hij nooit mij. En hij heeft altijd grote prijzen over hoe fantastisch hij is. Maar kom op nou.
If you can walk the walk, if you can talk the talk, walk the walk, toch? Of is dat andersom? Ja, if you talk the talk, you walk the walk ofzo. Nooit wel gehoord. Gewoon als je stoer gaat praten, voel je ook zo doen. We hebben nog nooit een potje afgemaakt, omdat als ik kan hem gewoon niet verslaan, want dan wil hij niet meer meedoen. Stel, ik neem jou over, jouw land. Blijf je dan kijken of doe je dan iets anders? Ik had dat heel vaak gezegd dat ik eigenlijk wel nieuwsgierig ben wat er dan gebeurt. Oké, duidelijk. Ja, want we kunnen ook gewoon doen, als Jason eruit ligt in een game. Ik val bijvoorbeeld aan, nou ja, de game die we nu hebben, daar val ik hem nog niet aan. Ik ga die trouwens niet winnen, trouwens. Ik denk niet dat ik die ga winnen. Wat? Ons Attila potje. Waar ik Attila ben. Ik denk niet dat ik dat ga winnen. Ik weet niet, is het te twijfelen wat ik... Ja, want ik... Mijn complete switch van topic trouwens, maar... Ja, dat maakt niet zo uit. Ik wou totaal niet over Sif. Dat maakt niet uit, dat is toch leuk? Ik wou even zeggen, van ik weet totaal niet wat ik eigenlijk dan wil gaan doen. Want ik wil of een opdracht plaatsen, maar ik wil eigenlijk ook wel een muur maken. Want ik vind die mobs eigenlijk wel irritant. Gewoon even een klein muur. Whatever. Gewoon even een muurtje. Nou, fuck it ook. Ik heb geen geluid nodig. Wat zei je nou? Ja, wat had ik zeggen. Doe maar geen muurtje. Nog geen muurtje. Die wil ik samen maken. Met z'n tweeën is leuker. Ik heb een breakje 2. Wel ASAP, heb ik gezegd. Kom je aan? Ja, maar nu nog niet. Ik ben nu aan het rennen. Maar om terug te komen. Ik heb geen flauw idee hoe de fuck ik wil winnen. Want ik heb nu... Kijk hoe cramped ik zit met mijn locatie. Kijk, jij valt nu Ethiopië aan. Wat doe ik echt dat? Fucking... Ja, jij hebt die stad over. Ik ben heel eerlijk met het hele potje. Dat is zo'n ding van als ik het zie dan weer... Dat is zo'n ding van als ik het zie dan weet ik het weer. Nee, maar dat kan je niet vergeten. Dat slaat nergens op. Jij hebt ja, maar nu zij wist ik het alweer. Aangevallen. Ik heb gewoon 0 keer geholpen. En je hebt het gewoon overgenomen. Gaat, weet je hoeveel progress dat is? Ja, wel lief. Als je dat met een Ethiopië kan je dat ook wel met een Jason. Want die gaat je uitdagen. Je hebt nu ervaring. Je hebt nu meer ervaring. Je hebt maar 1 potje gespeeld, maar alsnog, je hebt meer ervaring dan eerst. Ja, toch? Ja, it's fair. True. Het enige wat Jason kan is domination. Niks anders. Dat is zijn zwakte. Als ik gewoon een groot leger heb, is hij al gewoon defused. Omdat hij kan niks anders dan een domination victory. Dus ja, dat. Dat is wel spannend. Maar ik weet zelf ook helemaal niet wat voor victory ik doe. Ik heb alleen maar oorlog met Askia gehad. En that's it. Nou, ik heb helemaal niks met geld. Niks met science per se. Nou, ik loop niet achter, maar ik loop niet per se voor. Nou, ik ga het wel zien. Ik huts van het dak af misschien. En misschien ga ik wel voor de world domination, maar ik denk het te laat maar. We zijn best wel ver in de game. Gaan we naar deze video, naar die Pipo? Of? Ja, ik heb gezegd, we komen over een uurtje. Het is bijna een uur. Oké. 25 had ik het gezegd. Je zegt het maar. Oké, over 8 minuten stoppen. Zeg het maar, Shaki. Nou, Bartje. Bart, wat is Bart? Wist ik Bartje? Bart van Vlodder. Ja. Vast wel iemand ooit gegeven. Je hebt eigenlijk in feite dan nu niks gedaan of wat lampen ingezet. Ik heb niks gedaan, gewoon gerend. Ja, ik wil eigenlijk al iets groots beginnen, maar we gaan toch... But you know, I got balls. Ja, klopt wel. Dat weet jij niet. Ja, nu wel, maar... Oeh, een big fish! Nee, hij mist de big fish. De grootste finish van darten heet big fish. Dat is 170, dat is triple 20 bullseye. Ik denk nog wel trouwens dat... Maar het is een beetje, want je hebt ook hetzelfde in lens. Maar ik vind dat wel iets hebben ook in Civ. Ja! I don't know, dat hebben we ook wel leuk om eigenlijk die wonders na te maken op zich. Ja. Of versies van. Ja. Niet letterlijk de wonders, want dat is een beetje is als lens, maar versies van. Dat grapje. Ja, nee. Gast. Gewoon hetzelfde, niet, maar dat doe ik toch gewoon in lens? Dan jij maakt letterlijk ze na, dan doen wij gewoon... Ja. Pakken wij het idee en maken we er een ander design van. Oh.
Dus stel, dan hebben wij de Kisto Redentor, dan hebben, hun hebben de Kisto Redentor, dan hebben wij Kisto de fucking, I don't know, Rick. Zoiets. Oh, je wilt die villetje weer nadoen? Nee, want als we villetje willen. Ja, dat kan wel, want die villetje is toch gestopt. Is die gestopt? Nou ja, laten we eerlijk zijn, dit... Laten we eerlijk zijn. Ik heb nu wel het gevoel dat dit een beetje Flat and Willis gedood heeft. Ja, nee, prima. Is geüpgraded. En ik vind het ook helemaal niet erg, want ik vind het eigenlijk ook wel... Nou, niet per se leuker, maar wel... Eigenlijk wel leuker. Wat? Ik vind dit wel leuker. Ik durf het wel te zeggen. Dikzak. Gaan we gaan we weer hetzelfde doen als met fucking Land Still 9 of whatever, dat we zo'n video gaan maken dat we de Flat and Villagers gaan ophalen. Ja, dat kan. Dat kan. Maar die video's zijn niet geüpload? We hebben een Lens upload gehad. Daarvan. Oh, wacht. Season 2 hebben we geüpload, ja. Wat vind ik? Vergeet altijd dat ik die geüpload heb. De Season 2 heeft best wel veel afleveringen gehad. Hè? Season 2 heeft best wel veel afleveringen gehad. Waar hadden die ook weer gestopt? Oh ja, we hadden geen zin meer. Nee. Of iets. Nee, Was het mogelijk of zo? Ik weet niet meer. Een Kingdom server toen? Ja, volgens mij wel, ja. En volgens mij waren we toen... Dat was ook nog een andere reden. Er was een game die het gewoon voor zorgde dat we stopten. Uiteindelijk was het Kingdom. Ja, van mij wel. Welke datum deden we dat eigenlijk? Dat was juli, augustus... Ja, dat makes sense. Juli, augustus... Dat is juli, augustus 2020 en september begon VOG. Ja. Dus dat is logisch. Ja, dat is het dan. Nou, nu is het dag en wil ik beginnen met iets bouwen, maar we moeten de video bijna stoppen. Hey. Okay. Erik Jan. Ja? Pils. Dan gaat bingo ook weer niet door. Gods, naar huts. Naar je huts. Die muziek krijgt blij. Wat is het water mooi? En hier zit alles onder de kak. Jezus, wat is dit zo'n scheidbende. Alles zit onder de kaak. Ja, klopt. Oh! Is dat een village? Of... Nee, dat is geen village. Waarom dacht ik dat het een village was? What the fuck, het is een berg. En ik dacht dat... Gek man. Gigo is. Dat was gewoon eng. Ik moet eerlijk zijn, dat was eng. Dat was hard. Ik heb trouwens dan naar achteren. Ja. Heb ik bomen weggehaald. Omdat ik door heb van. Oh hé, dan kunnen we eigenlijk heel goed dingen bouwen. Wauw! Ja. Ik weet het ook niet. Ja, wat ik zeg. Ja. Doop. Kill. Ik wacht op macaroni. Legit, ik wacht nog steeds op meten. Is het aan het ontdooien? Oh. Wat vind je van de spoiler? Het is eigenlijk ook best wel verleidelijk om die... Moet ook eens een keer die 1.18 doen. Ja, oké. Okay. Maar ja, moet je eens een keer in de middag kunnen. Hinnik, ik ben een paard. Oh, ik ben een dood paard. Ben je er morgenmiddag? Ik heb wel. Gaan we het dan morgen doen? Ik heb wel, ja. Echt waar? Ja. Oh, ik deed... Oh, en Bowie keek me aan van... Hallo. Ja. Dat zei ik je net ook 2 keer. Ja, dat dus. What the fuck, yes! Eindelijk, een nieuwe biome. Yes. Einde fucking luck. Oh, ik ben echt blij om deze biome weer te zien. Waar een biome is het? Forest. Geef me eens een leuke biome. Geef me een fucking een mesa. Ik heb het liefst een mesa. Dat zou echt het beste zijn, een mesa. Of mensen die mesa zeggen, mag ook. Zo? Mesa. Waarom valt er een schaap? Lol. Er viel daar een schaap van een berg af. I'm not even joking, bro. Dat is echt heel raar, bro. Hey, Erik Jan. Bals. I got bars. Sorry, dude, but I got bars. Oké. Ik zat te denken, mindmap.
Mag ik trouwens zeggen, ik heb de middelbare de hele... Ik heb echt een middel... middelbare afgemaakt. Ik weet nog steeds niet wat een mindmap is. Ik heb... Ik heb nog nooit iets gedaan met mindmap. Ik heb altijd die opdracht overgeslagen. Wat de fuck is een mindmap? Waarom had jij dat? Hè? Waarom had jij dat? Haat ik het? Waarom had jij dat? Weet ik veel, ik kan me niet herinneren wat dat überhaupt is. Dat is wat ik even... Misschien moeten we trouwens een cartographer bitch hebben. Dan kunnen we een mansion laten afvinken. Ja. Oh. Met alle villagers erin. Gewoon alleen pas als de villagers zijn, dan moeten we... Dan pas wil ik dat het afvikt. Oké? Okay? Sure. Waarom hoor ik geen muziek meer? Oh, de muziek is voorbij. Wat een bolzin. Zo, alsjeblieft. Oeh! Cross staat 2 sets voor. Of 2-0 voor met sets. En 1-1 met legs. Dus ja, dat. Bad. Sets. S-E-T-S. Set. Setjes. 3 legs maakt 1 set. Ja? Dom, helemaal klaar mee. Robbende. Brandt alles af. Een vliegend deurblok! Yes! Heb je dat wel door, Erik Jan? Een vliegend deurblok. Oh. Wat vind je van hersen? Hersen. Zo, ik heb water weggehaald. Dat scheelt weer lag. Is dat nodig? Oh, je snapt hem niet. Jammer. Ik snap hem wel, maar... Nou, blijkbaar niet, hè? Van de originele tijden. Ja, toen ik nog een klein kindje was. Oh my god, dat is dik. Legit, ik was daar dik. Nou, niet meer. Dus je zit even op die fucking Sif-liedje te kijken. Voor inspiration voor die dingen. Ja. What the fuck? Willem van der Lek ziet daar raar uit in Sif 4. Willem zat in Sif 4? Ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Echt waar? Ja. Echt? Ja, raar uit. Is het in Sif 4? The Dutch. The Dutch people represent the civilization in Civilization 4. Oh, wow. Netherlands. Ik wist dat legit niet. Ik weet niet wie legit is, maar ik wist het niet. Een dijk is East India Man. Dat is een unit die exclusief is in Sevier. East India Man. Ja, zo heet het legit. East India Man. East India Man. Zo spel je het in ieder geval. Where are you from? Yeah, dude, I'm from East India Man. But that's a unit in Civ 4. Altijd leuk hoe bij het einde van mijn verhalen altijd mensen opblazen. Of een polder. Hè? Wat? Een polder. Ego. Start Spires Grassland. Oh, Bob de Grizzlybeer is er eindelijk. Hier kan. Bob de Grizzlybeer? Bob de Grizzlybeer. Tam 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 tam. Welkom bij het journaal. Capture of Brillo, oh mijn god, is dat een achievement? Capture of Spanish Coastal City van de Dutch Seabagger, oh mijn god. Ja, die heb ik al gedaan. Dat is cool. Volgens mij. Zo niet, dan ga ik... Sign it no more. Dan ga ik die doen als jij je potje doet. Die ga ik een keertje doen. Wat? Ik wil een keer die achievement van Peter Game with Willem of Orange. Die wil ik een keer doen. Heb ik al. Ja, shit. Oh ja? Oké. Okay. Word ik naar Sif geluiden? Wilhelmina. Ik ben Wilhelmina. Koningin van de Nederlanden. Waarom is Civ 6 zo cartoony? Ja. Ja. Dat is mijn antwoord. Ja. Een rare keuze. Je hebt een rare keuze. Als je erover nadenkt, ben jij best wel een rare keuze. Ja. Of ben je een foutje? Radio Oranje, holy shit. There you go. Wat? Of ben je een foutje? Ben jij... was het doel dat jij geboren was... was dat de bedoeling of niet? Nee. Bij mij niet, namelijk.
Maar laten we maar even naar die stinkman. Oh, jij wilt dat echt graag, hè? A traveling merchant man, dude. Is hier man? Yeah, he is selling bullshit. But that is very good now I think about it. Die! Die! Jij ook met je lama's. Weg! Weg! Ik heb echt de hele middag al lama's gekeken. Ga weg! Ga weg! Ga weg, meneer! Heb je wel door wat dat betekent? Ah, ga dat niet weer de hele tijd doen, please. Dat doet me denk ik aan spoor. Dat geping. Wat? Oh. Ja, ik zal het je straks laten zien. Voordat we naar die gast gaan. Zal ik je te laten zien wat ik ermee bedoel. Zal hij ook met zijn magnetron te spelen. But you don't know what it means, traveling merchant? Think heel goed na. Ja, ik weet het. Oké, wat dan? Wandering trader. Zo jammer. Denk ik. Wat dan? Wandering trader betekent wandering trader. Oké. Nou ja, ik zat te denken aan leads. Nou! Ja, ja. Leads, like. Ja, maar je moet natuurlijk bruggen in de. Ik heb toch twee leads, jongen? Waarvoor moet je een bruggen in doen? Zodat de villagers kunnen leaden. Oh, ja, maar ik bedoelde meer voor animal husbandry. Voor trapping. Nu hebben we een soort van trapping gevonden. Met leads. Toch? Ja. Ja, nou dan. Dat is nog een discovery van de lijst af. Daarom zeg ik ook, bals. Ja, we moeten even eens een keer zo'n... Dat jij een lijstje maken eigenlijk. Ja. Dat jij bars hebt. Dat we dat niet vergeten. Dat was de aflevering. Doei! Peace out, bitches! Cashmuts, 28 december. Yeah. Peace out!